Eigenlijk altijd al heeft het gedrag van mensen mij heel erg gefascineerd. Wij richten ons binnen dit onderzoek op kinderen en volwassenen met een autisme-spectrumstoornis. En dan specifiek die personen bij wie een zeldzame genetische variatie ook gevonden is. Nou, wat we gaan doen is dat we deze individuen eigenlijk heel uitgebreid in kaart gaan brengen hoe het met ze gaat. We gaan medische gegevens opvragen, maar we gaan ook wat taken uitvoeren. En een deel daarvan gaan we ook met onze Sophia-bus doen. Met die bus kunnen we dan bij de personen langs gaan, in plaats van dat zij naar het ziekenhuis hoeven te komen. En met dit onderzoek willen we eigenlijk meer te weten komen over het functioneren van deze individuen en ook onderliggende neurobiologische processen.